Hallo, welkom. Mijn naam is Aafke van Welbergen en ik werk bij Stichting Accessibility. In deze videoreeks van Gebruikers Centraal neem ik je mee in de wereld van inclusief gebruikersonderzoek. In video 1 hadden we het over het waarom inclusief gebruikersonderzoek zo belangrijk is en hoe je dit kan integreren in je inclusieve ontwerpproces. In video 2 keken we naar het met wie en voor wie inclusief gebruikersonderzoek nu belangrijk is. In deze video kijken we vooral naar het hoe en geef ik je een aantal praktische tips hoe jij dit in je organisatie kan toepassen. Ik wil toch weer even beginnen met kijken naar de definitie van inclusief gebruikersonderzoek. Wat is nou precies ook alweer die definitie? In elke fase van het ontwerpproces met een zo divers mogelijke groep eindgebruikers samenwerken ten behoeve van een zo inclusief mogelijke product of dienstverlening. Zoals ik al zei, kijken we vandaag vooral naar het hoe en hebben we het dus over dat stukje samenwerken. Want je zal zien dat als jouw onderzoek al niet zo toegankelijk of gebruiksvriendelijk is opgezet, of niet zo toegankelijk en gebruiksvriendelijk wordt uitgevoerd, dat dat niet prettig is voor de participant, maar dat het ook vervelend kan zijn voor jou als onderzoeker. En ik wil jullie even meenemen in een aantal voorbeelden. Allereerst de vragenlijst. De vragenlijst is een methodiek die vaak wordt gebruikt om inzichtelijk te krijgen wat veel verschillende gebruikers nou prettig vinden of niet prettig vinden, waar ze behoefte aan hebben of niet. Dus om echt onder veel mensen uit te vragen wat belangrijk is. Alleen een vragenlijst wordt best wel vaak niet zo toegankelijk of gebruiksvriendelijk opgezet. Toegankelijk gaat dus echt over de technische werking en we hebben het vandaag vooral over die begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Om jullie even mee te nemen, in deze vraag staat vragenlijst staat de vraag: de overheid staat ver van mij af. En als participant moet je dan een antwoord geven van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens. Maar de vraag: de overheid staat ver van mij af, in hoeverre ben je het daarmee eens, is best wel een ingewikkelde vraag. Het gaat namelijk ook over figuurlijk taalgebruik in deze. En je kan je voorstellen dat je als participant of als deelnemer denkt: ja, wat wordt er nou precies met deze vraag bedoeld? Of moet ik dit nou precies beantwoorden? Maar een antwoordoptie als weet ik niet of niet van toepassing of wil ik niet invullen, wordt hier niet gegeven. Wat je dan in de praktijk ziet, is dat iemand die dit invult gewoonweg de vragenlijst helemaal wegklikt. Nou, dat is niet zo prettig voor jou als onderzoeker. De andere optie is dat iemand gewoon maar iets aanvult. Bijvoorbeeld nummer 1, helemaal mee oneens. Dan kan het zelfs zijn dat jij als onderzoeker niet eens weet dat de vraag niet zo begrijpelijk was of dat iemand helemaal geen idee had wat hij aan het invullen was. Dus jij denkt, top, ik heb een antwoord, maar uiteindelijk is dat helemaal niet het inzicht wat je had willen krijgen. Dus door bijvoorbeeld in dit geval een optie eraan toe te voegen van ik weet het niet of niet van toepassing, is er een soort van escape. Maar je kan natuurlijk ook de vraag begrijpelijker maken en de vragenlijst een keer voorleggen aan iemand die je als participant ziet, om dit soort, nou ja, onbegrijpelijkheden er al aan de voorkant uit te halen. Een ander voorbeeld, het wordt hier afgebeeld met twee hondjes. Dat is om iets te illustreren waar ik zelf tegenaan ben gelopen tijdens een onderzoek. Het was een onderzoek met mensen die een visuele beperking hadden. En ik dacht echt over alles nagedacht te hebben, van informatie vooraf tot aan de ter plekke, de routegeleiding. Eigenlijk was alles helemaal geregeld. Maar waar ik niet over na had gedacht, is dat deze personen die voornamelijk blind waren, ook bijna allemaal een hulphond mee hadden. En die personen moesten beneden wachten tot ze werden opgehaald in een best wel kleine ruimte, waar eigenlijk de situatie ontstond dat er 6 verschillende hulphonden tegelijkertijd in een ruimte waren met een aantal personen die dus ook niet konden zien waar die verschillende hulphonden naar liepen. Dus je kan je voorstellen dat er een best wel chaotische situatie ontstond. Het was niet per se heel erg vervelend. We konden er allemaal heel hard om lachen. Maar het geeft mij wel weer dat je ook nog over alles kan nadenken, maar dat niet dat je er waarschijnlijk ook nog wel dingen tegenaan zult lopen, dat je daar flexibel moet zijn en dat je per onderzoek weer leert van jouw participanten en de omstandigheden. Een ander voorbeeld gaat over communicatie en daar geeft een van onze panelleden verder toelichting over. En nu, de hele dagen, krijg ik zoveel brieven. Meneer, belt u naar dat en dat nummer? Dat kan ik er weer. Het grote probleem waar ik daar tegenaan loop, en dat kan ook met onderzoek zijn, is dat ze iemand mij persoonlijk moet hebben. En als ze mij persoonlijk willen benaderen, wat ze dan proberen via de telefoon, dat zal mij niet lukken.
WhatsApp, ik snap eigenlijk de samenleving nog niet eens. WhatsApp, die heeft alles in zich. Daar kan je spraak doen, kan je beeld doen en je kan tekst doen. Je kan eigenlijk alle kanten op. Dus zeg je in plaats van telefoon niet zetten WhatsApp op. Nou, dan ben ik klaar. Zoals je kon zien, gaf deze persoon aan dat het voor hem veel prettiger zou zijn geweest als we zouden communiceren via WhatsApp. Gewoonweg omdat hij dan niet hoeft te bellen. Hij heeft een auditieve beperking en dat is voor hem heel lastig. Maar dat hij alles in tekst kan doen. En hij stelt eigenlijk voor dat dat een oplossing is voor heel veel verschillende personen. Nou, zo zie je al dat er een paar aandachtspunten zijn voor het doen van inclusief onderzoek. En vandaag neem ik jullie mee in nog een aantal aandachtspunten. Aandachtspunten voor de opzet van onderzoek en de uitvoering. En ik wil alvast meegeven, deze zijn niet volledig. Het zijn een aantal punten waarvan ik denk dat het zeker belangrijk is. Maar zoals ik eerder al zei, je leert dus echt van elk onderzoek en van elke participant. Dus blijf daar ook vooral open voor staan. Allereerst een aantal randvoorwaarden die echt belangrijk zijn. Die er te doen voor de opzet van een onderzoek. En het allereerste, en misschien wel hetgeen waar je wel al aan had gedacht, is de onderzoekslocatie. Dus stel je voor dat je personen wil uitnodigen bij jouw organisatie. Zorg er dan voor dat je een onderzoekslocatie kiest die ook echt bereikbaar is. Zowel met het openbaar vervoer als met de auto. Maar ook betreedbaar, dus dat iedereen daar daadwerkelijk binnen kan komen. Niet zo vervelend als een participant die eigenlijk gestrand op een parkeerplaats. Naast de onderzoekslocatie, dus bijvoorbeeld de plek van een gebouw, is natuurlijk ook de onderzoeksruimte heel erg belangrijk. Dus de ruimte waar het onderzoek zelf plaatsvindt. Je kan je wederom voorstellen dat het fijn is als iedereen daar naar binnen kan komen, maar ook dat bijvoorbeeld verlichting aanpasbaar is, dat je niet vaststelt waar iemand per se moet zitten, maar dat je dat flexibel laat, dat je zorgt dat er niet zoveel obstakels in de ruimte zijn, maar ook de plek binnen een gebouw kan heel erg uitmaken. Op de 13e etage en alleen maar bereikbaar met de trap is niet zo toegankelijk en gebruiksvriendelijk, bijvoorbeeld. Daarnaast is het belangrijk om stil te staan bij de duur en het tijdstip van je onderzoek. Een onderzoek kost best wel veel energie. En je kan je voorstellen dat iemand bijvoorbeeld met een beperking al een lange reis heeft gemaakt, wat ook veel energie kost. Dus zorg ervoor dat je die duur afstemt op dat energieniveau. Stem het ook vooral af met je participant. En hou ook rekening met het tijdstip waarop het onderzoek plaatsvindt. Niet zo vervelend als reizen in een hele drukke trein of heel lang in de file staan. Dus vermijd echt onderzoekstijden waarbij je moet reizen in de spits. En ook kan je dit gewoonweg afstemmen met de participant. Mocht je digitaal onderzoek willen doen, met behulp van bijvoorbeeld videobellen, zorg er dan voor dat je de software gebruikt die eventueel aansluit bij de ervaring van de participant. Je kan bijvoorbeeld denken aan Zoom of aan Teams, maar er zijn ook andere software mogelijkheden. Als jij flexibel bent als organisatie, geeft dat de meeste mogelijkheden voor participanten om mee te doen. En mochten ze er nou geen ervaring in hebben, bied dan ook vooral aan om bijvoorbeeld een oefensessie te houden. Zodat ook zij in de digitale omgeving kunnen komen en dat niet zorgt voor heel veel frustratie op de onderzoeksdag zelf. Ten slotte is het allerbelangrijkste, denk ik, bij het opzetten van een onderzoek om het ook te proeftesten. Want wederom, jij kan over zoveel hebben nagedacht voor degene die mee komt doen naar jouw onderzoek. Maar in de praktijk zul je zien dat je toch denkt vanuit jouw eigen voorkeuren en vanuit jouw eigen knelpunten. En dat je niet over alles kan nadenken voor die ander. Dus het doen van een pilotonderzoek, dus het proeftesten van een vragenlijst of het proeftesten van een gebruikerstest kan daarin heel helpend zijn om die eerste belangrijke knelpunten al naar boven te krijgen. Nou, naast de opzet van je onderzoek is ook communicatie heel erg belangrijk. We sturen best wel vaak communicatie vooraf of in elk geval hebben contact met de participant vooraf. Denk bijvoorbeeld aan de uitnodiging en informatie over het onderzoek zelf. Die uitnodiging willen we nog wel eens heel complex maken, met bijvoorbeeld in een PDF-vorm met heel veel kekke afbeeldingen. En dat is niet altijd even toegankelijk en gebruiksvriendelijk. Dus hou je informatie zo concreet en begrijpelijk mogelijk. En zorg er ook voor dat je dit in een toegankelijke vorm aanbiedt. En pas die vorm als mogelijk aan op de participant. Dus in het geval van het voorbeeld van het filmpje wat jullie net zagen, helpt het niet om te bellen.
Maar wil je juist zorgen dat je een optie hebt per mail? Er zijn ook heel veel personen die het juist prettig vinden om per telefoon contact te hebben. Dus door meerdere opties aan te bieden, zal je zien dat je zoveel mogelijk mensen daarin tegemoet kan komen. Wat in elk geval altijd belangrijk is om vooraf te delen, is het doel van het onderzoek, maar ook de verwachting van de participant. Route-instructies. En let hierbij echt op dat je niet zegt het is 5 minuten lopen, maar dat je bijvoorbeeld een afstand geeft in meters. Want hoe lang iemand erover doet, kan heel erg verschillen afhankelijk van jouw mobiliteit bijvoorbeeld. En zorg dus voor je contactopties en bied hierbij meerdere mogelijkheden aan. Ten slotte iets waar we niet altijd bij stilstaan, maar wat wel vaak een onderdeel is van onderzoek, zijn de toestemmingsformulieren. Als onderzoeker ben je soms geneigd om dit ook heel complex op te stellen. Zorg ervoor dat de toestemmingsformulieren ook toegankelijk zijn en dat deze bijvoorbeeld voorafgaand al opgestuurd en gelezen kunnen worden. En wellicht ook zelfs digitaal getekend kunnen worden. Ik heb zelf wel eens in een situatie gezeten, dat is in een van mijn eerste onderzoeken, dat ik onderzoek deed met mensen die blind waren en dat ik een formulier had. En dat ik die eigenlijk iemand voor zijn neus schoof en zei, je kan daar tekenen en er staat echt niks anders op het vel. En die persoon was blind en die kon natuurlijk niet zien waar die nou precies voor zijn handtekening zette. En die moest compleet op mij vertrouwen. En dat voelde, ik denk voor de participant misschien nog best oké, maar voor mij echt niet zo prettig. Je wil gewoon dat iemand zeker weet dat er de informatie op staat en dat hij tekent voor hetgeen waarvoor hij denkt te tekenen. En dat hij niet afhankelijk is van jou als zijnde in een vertrouwensrelatie. Naast communicatie is natuurlijk ook dan de uitvoering van het onderzoek heel belangrijk. Dus je onderzoek gaat plaatsvinden. Waar moet je dan allemaal rekening mee houden? Allereerst, zorg ervoor dat je echt genoeg tijd inbouwt in de dag. Niet alleen voor de onderzoeker, maar echt genoeg tijd om iemand op te halen, om iemand te ontvangen en om iemand eventueel ook weer weg te brengen. Zodat je echt alle aandacht hebt voor degene die jou komt helpen bij de ontwikkeling van je product of je dienst. Zorg ervoor dat de communicatie tijdens het onderzoek ook begrijpelijk is. Je kan eventueel ook onderzoeksvragen van tevoren nog een keer doorlezen en denken van, als ik dit zou lezen, zou ik dan echt begrijpen wat hier staat? Of is het misschien toch nog te complex? En mocht er bijvoorbeeld iemand komen met een auditieve beperking, houd dan rekening met een mogelijke tolk die nodig is. Dus denk echt goed na over hoe communiceer ik met deze participant en moet ik daar nog iets voor regelen? Houd rekening met software en hardware. Soms zijn software opties zoals Figma, waarin je in ontwerp kan maken, niet altijd even toegankelijk. Dus houd daar rekening mee. En ook hardware, denk bijvoorbeeld aan een laptop van iemand of iemand die wel of niet gewend is om een toetsenbord te gebruiken of een losse muis te gebruiken. Als dat aan de orde is, zo'n hardwarevoorkeur, hou daar ook rekening mee. En mocht je dat niet zo kunnen nabootsen, vraag dan gewoon aan de participant of hij zijn eigen laptop of computersituatie wil meenemen, afhankelijk van wat de situatie is. Zo zorg je ervoor dat er echt zo goed mogelijk wordt nagebootst wat de situatie is in werkelijkheid. En niet dat je bijvoorbeeld knelpunten krijgt omdat iemand niet gewend is om met een muis te werken. Daarnaast is privacy ook heel belangrijk. Houd echt rekening met op welke manier vraag ik nu gegevens van een participant en stem dit ook met diegene af. Dit kan ook bijvoorbeeld aan de orde zijn als je besluit om onderzoek te doen bij iemand thuis. Wees je er dan van bewust dat je je ook in een andere omgeving, in een persoonlijke omgeving bevindt. En dat het niet altijd even prettig is voor de participant om dat te delen met jou. En dat je bijvoorbeeld niet zomaar een videoopname maakt of zomaar een foto maakt. Dus dat elke keer afstemmen en elke keer nadenken over de privacy van degene die tegenover je zit, is gewoonweg heel belangrijk. Dan vergoeding. Iemand die komt en die jou inzichten geeft over behoeftes en voorkeuren, dat kost tijd. Het kost energie. En niet per se alleen maar de onderzoekstijd, maar ook de reistijd. Of misschien wel iemand, is er wel aan de orde dat iemand de dag erna zelfs vrijneemt om mee te kunnen doen aan jouw onderzoek. Dus het is gewoonweg heel logisch dat daar een passende vergoeding tegenover staat. Zorg ervoor dat je een juiste vergoeding aanbiedt en niet alleen een bosje bloemen, maar echt een vergoeding in geld kan heel erg helpen om iemand de waardering en beloning te geven die hij zelf hen verdient.
Tenslotte, bij de uitvoering van het onderzoek zijn we wel eens geneigd om iemand echt te zien dus in die rol van meedenker, zoals we ook al video 2 had uitgelegd. Dus iemand komt langs, die geeft jou inzichten en dan denken we, nou top, dankjewel. En die hoort verder niks meer van de resultaten. Dat is heel erg zonde, want dan kan het best wel lijken voor die persoon dat het helemaal geen nut had dat iemand helemaal langs is gekomen. Of dat er, vaak hoor je wel eens de zinsnede, ja, er wordt toch niks met mijn input gedaan. Nou, vaak wordt er wel heel veel mee gedaan, maar vergeten we dat gewoonweg terug te koppelen. Dus op het moment dat je je onderzoek hebt uitgevoerd, denk dan na over, hey, wat zijn nu mijn resultaten? Je kan daar bijvoorbeeld een korte samenvatting van maken en geef dat echt terug aan je participanten. Want je zal zien dat dat echt bijdraagt aan sowieso de relatie onderling, maar ook aan de manier van samenwerking en dat wordt het ook echt gelijkwaardiger. Ten slotte wil ik nog een aantal randvoorwaarden per methodiek verder uitlichten. Allereerst de vragenlijst. Naast de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van de vragen, zorg er echt voor dat je altijd relevante vragen stelt met relevante antwoordopties. Dus als je bijvoorbeeld vraagt welk vervoersmiddel heb je gebruikt om te stemmen, zeg dan niet alleen maar per auto of per bus en lopend, maar denk ook bijvoorbeeld na over in een rolstoel. Want als die antwoordoptie die jij hebt er niet tussen staat en je elke keer anders, comma en het zelf moet invullen, moet gaan aanvullen, kan je je voorstellen dat je minder gezien wordt in die vragenlijst. Zorg er echt voor dat je vragenlijst daarnaast ook in toegankelijke software maakt. Niet elke software is even toegankelijk. En mocht je daarover twijfelen, dat kan je vaak heel makkelijk googlen of opzoeken. En als je je eigen vragenlijstsoftware hebt als organisatie, vraag het dan bijvoorbeeld eens na bij de bouwers van die vragenlijst. Hey, hoe toegankelijk is het nou eigenlijk? Want als niet iedereen het kan invullen, dan sluit je eigenlijk aan de voorkant al mensen uit. En dat is natuurlijk wat je niet wil. Mocht je een onderzoek doen waarbij je prototypes gaat testen, maak die dan zo concreet mogelijk. Niet iedereen is even makkelijk of handig met beeld. En vragen als stel je voor dat. Dus hoe concreter prototype vaak, hoe effectiever het antwoord wat je krijgt. En ik noemde het net ook al even bij de software. Maar let echt op met prototype software, want die is vaak niet toegankelijk met voorleessoftware. Dus iemand die een visuele beperking heeft, gebruikt vaak voorleessoftware. Dus dan wordt alles opgelezen. En bijvoorbeeld Figma, die is niet toegankelijk voor personen met voorleessoftware. Dus dan wordt het niet voorgelezen en dan kan iemand bijvoorbeeld niet een prototype beoordelen. Dan tenslotte nog over de focusgroep. Als je een focusgroep houdt met mensen met een beperking of in een bepaalde doelgroep, zorg dan in elk geval niet voor te veel personen. Het kost bijvoorbeeld voor mensen met een visuele beperking veel aandacht om alleen maar te luisteren naar wie is er nu aan het woord en wie wil er misschien iets zeggen. Dus beperk het aantal mensen. En mocht je een digitale focusgroep houden, houd dan ook echt rekening met het gebruik van de chat. Die werkt vaak heel afleidend. Wellicht herken je dat wel, het gebruik van de chat tijdens een overleg. Door daar aan de voorkant al over na te denken, voorkom je dat je eigenlijk ruis creëert tijdens het onderzoek zelf. Dus als je met veel personen tegelijkertijd een digitaal onderzoek doet, maak daar dan van tevoren duidelijke afspraken over. Dit zijn een aantal methodieken met dus een aantal aandachtspunten. Maar het is vooral belangrijk om na te denken over wat wil ik onderzoeken en met en voor wie. En pas daar je methodiek op aan. Dus misschien is het de ene keer beter om een vragenlijst uit te zetten en de andere keer beter om een focusgroep te houden. En als het mogelijk is om dat aan te passen aan de participant, doe dat dan ook vooral. Ja, tenslotte wil ik echt benadrukken dat elke participant naast gewoon zijn of haar hen een beperking een persoon is. Dus definieer iemand niet aan de hand van de beperking of beperkingen en vraag naar de persoonlijke voorkeuren. Want dat is ook hoe jij en ik het liefste betrokken worden bij een onderzoek. Even ter afronding alle belangrijkste punten op een rijtje. Als je toegankelijk en inclusief onderzoek wil doen, houd dan rekening met de opzet van onderzoek, de communicatie tijdens het onderzoek, tijdens de uitvoering van het onderzoek rekening met toegankelijkheid, begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. En als mogelijk pas dan je methodiek aan op de participant.
En tenslotte, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar vraag het. Dus zet bijvoorbeeld in je uitnodiging al, kan ik nog iets voor jou doen? Om dit onderzoek voor jou zo prettig mogelijk te maken. Op de dag zelf van het onderzoek, kan ik nog iets voor jou doen om het vandaag voor jou zo prettig mogelijk te maken. Want op die manier zou je ervoor zorgen dat onderzoek echt op inclusieve wijze wordt uitgevoerd. En alleen dat zorgt uiteindelijk voor inclusieve producten en diensten in Nederland. En misschien wel wereldwijd. Bedankt voor je aandacht.